Zoveel bekende gezichten, want ik ga natuurlijk niet vandaag met iets beginnen. We zijn al heel lang geleden met de experimenten begonnen. Maar we weten dat de verzorgingshuizen wat onder druk staan op dit moment. De financiering, de bezig op de televisie. Als je nou heel goed nadenkt over hoe we straks, als we oud zijn, gaan we in bewonen. En maar laten we vooral met elkaar eens gaan kijken, met onze toekomstige bewoners, met onze huidige bewoners. Hoe maken we nou iets wat robuust is en wat de tand destijds doorstaat? Mensen komen hier binnen. Die komen binnen. Wanneer weet je niet. Maar die, en dan zal dit huis zeker een plek hebben in de samenleving die nodig is. Als CRO, maar als coöperatie willen we proberen om een spul te zijn. Die spul waarom het geheel draait. De zorg die zou opgenomen moeten worden. U zegt, wij gaan dadelijk over de plaatsing. U bent dan een... Ik overleg met de zorgverlener. Ja. Met de zorgverlener. En met Imenso. Imenso is dus de zorgverlener. Ja. Het is niet alleen dit dorp hier, maar je hebt hier eigenlijk, omdat je hier in een landelijk gebied zit, je hebt hier een heleboel dorpen omheen. Wat één ding wel duidelijk is, dat er komende jaren heel veel gaat veranderen in de zorg. En ik ben benieuwd, wie van jullie verleent mantelzorg aan iemand die ziek of hulpbehoevend is? Het kan zijn met een schilderijophang. Dus een CRO en Trimenso. Er speelt een discussie op dit moment. Van, is het nou goed dat mensen apart van elkaar wonen? Of zou je, want we gaan nu toch verbouwen, daarna moeten stimuleren dat mensen door elkaar heen wonen? Venlo en in Voors zijn al heel veel ook duurdere appartementen. Maar je moet rekening houden met mensen die alleen maar een AOW hebben. Ouderen die steeds ouder worden. Maar hoe hou je die gezond? Ja. Krijg de oude wijkzuster weer terug in de wijk. Een forense dorp, dus er is ook geen zoveel jeugd en wat er dan is, de meeste werken. Daar zouden de verzorgende huisartsen, directeuren van... Ja, de mantelzorg, daar zal meer druk op komen. Omdat het bestaand verzorgingstehuis zijn functie deels of helemaal gaat verliezen door het beleid wat wel bekend is bij. We hebben werk uit de zorgcentrum hebben werk eruit gegooid. Het is alleen maar wonen en zorgen. En op het moment dat je de combinatie met je werk maakt, kun je daar natuurlijk ook elkaar belonen nog. Maar het is ook de bedoeling dat de ouderen zeg maar bij ons dan komen doen. Bijvoorbeeld in de tuin of dat soort dingen. Dus je zo een soort verbinding met elkaar krijgt. Het zou ook een keer koffie schenken zijn, dat soort dingen. Sommigen die hebben een bepaalde baan. Ik werk bijvoorbeeld in de ICT. Er zijn ook bijvoorbeeld ouderen die kunnen niet met de computer overweg, maar die willen wel een keer wat met de computer. Kijk naar de coöperatie Hoge Loon. Die hebben dat in het centrum gebouwd. Nou, daar is altijd reur in. En dat vinden wij ouderen toch veel leuker. Als zo, tenminste ik hoor, als geïsoleerd zitten. Het merendeel van de centra's, dat zijn gebouwen, die hebben een bestemming zorg en ook dienstverlening. Nou, Tendering is hier een voorbeeld. In een andere wijk, zoals bij Jeruzalem, nou ja, dan heb je dus volgens mij een pocket. Moet je lopen achter die rollator, wil je naar de Albert Heijn kunnen. En als daar een sociaal ondernemer zou komen, midden in die wijk, dan heb je en een middelpunt voor de mensen die daar wonen. Omrijden komen niet zo gauw terug meer. We hebben gezien stations die aan de buitenkant van voor zitten. Die vallen er ook buiten. Nou, de mensen rijden niet meer terug hoor, voor een klein beetje te zien. Als je wat wil, moet je het zelf doen. Als je zegt we willen met elkaar koffie drinken, dan moet je zelf de koffiepotjes naar beneden brengen. Ja. Daar wordt niks gedaan. Maar dat is wel een verschil als bij een verzorgingshuis. Dat mensen naar beneden gaan en zo. Ik doe al 20 jaar vrijwilligerswerk. 20 jaar. En wij hebben dan ook een grote hal, dan mogen ze alles doen. Op een veel piano, de hele rotzooi. Ja. En dan komt de koffie erin, want ze zitten lekker in een kamertje bij de televisie. Sinds dat ze een televisie hebben, komen ze nooit meer naar beneden. Het zou stimulerend kunnen werken om vrijwilligers naar je huis te trekken.
En denkt u dat u als vrijwilliger aan de slag gaat of dat u een vrijwilliger nodig gaat hebben? Ik zal wel dichtbij helpen. Er moet wel toch iemand zijn die dat gaat coördineren. Het verschil moet van partijen. Van binnen en buiten. Ook om de vereenschapping beter te gaan pakken. De bibliotheek zit in het gebouw van de gemeente. Dus wat je met elkaar doet is win-win. Ik woon zelf in een huis van 100 jaar oud. Ja. Dus waarom zou je verzorgingshuis niet 100 jaar kunnen laten worden? Ja. Je moet er alleen een beetje handig mee omgaan. Zorgen dat het in deze tijd past. Het is een nieuwe tijd.